Ik ben Tom, ik kom uit Elst en dit is mijn DeLorean. Nou, van kleins af aan heeft het me wel gefascineerd dat er een auto is, helemaal van roestvrij staal, een auto die niet kan roesten en je leven lang mee zou gaan. En ook dat die auto maar heel kort in productie is geweest. Waar de meeste mensen die auto natuurlijk van kennen, is van de Back to the Future films. Voor mij niet in eerste instantie de reden waarom ik die auto zo mooi vond. Maar het is wel iets wat die auto veel meer bravoure geeft natuurlijk. Eigenlijk vond ik toen ik op de basisschool zat, vond ik het al een mythisch verhaal. Maar pas toen ik een jaar of 15 was, bedacht ik me, ja, hij bestaat. En het is een echte auto die je kunt kopen. Je moet er alleen naar op zoek. En toen heb ik er toch eigenlijk wel 15 jaar van gedroomd. En gezocht en gekeken wat de mogelijkheden waren. En na lang zoeken en met een beetje geluk kun je dan toch een mooi exemplaar tegenkomen. De eerste die ik tegenkwam was uiteindelijk via een autowebsite. Dan heb ik die gevonden en kwam daar aan. De schuur werd opengetrokken en tussen de hooibalen stond een DeLorean. Met ja, meer gedeukte panelen dan rechte panelen. Die werd er langzaam uitgereden. Nou, de bekleding was allemaal stuk. De zon had heel veel van het interieur vermoeid. En ja, die man die had toch de indruk dat hij daar nog een vermogen voor kon vangen, voor die auto. Dus toen zijn we op zoek gegaan en heb ik bij een liefhebber, iemand van de club, ja, een mooi exemplaar kunnen vinden. En ja, goed onderhouden. En ja, zoals jullie zien, hij ziet er fantastisch uit. Toen ik hem kocht was hij in zeer goede staat, alleen er waren wat gebruikersporen en de vorige eigenaar, ja, die had wel erg zijn best gedaan met het poetsen. Dus het glasvezelpaneel achterop boven de motor heeft lamellen en dat hoort eigenlijk een relief in de lak te zitten, dat was helemaal glad gepolijst. Dus die moest opnieuw worden gespoten en verder zit een nieuwe bekleding in op de stoelen. Maar verder heb ik er eigenlijk niet veel mee te doen gehad. Nog een andere droomauto. Nee, eigenlijk kan ik me geen auto bedenken die niet in het niet valt naast deze. Dus ik denk dat ik er nog heel lang plezier van zal hebben en er lang in zal blijven rijden. Want zoals iemand van de DeLorean Club een keer tegen mij zei, living a dream, driving a DeLorean.